Ik heb vandaag in deze video een hele handige truc waardoor jij 1000 V-Bucks gratis krijgt in Fortnite. Ik zou zeggen, let gewoon heel goed op. Laat even een blauw duimpje omhoog achter op deze video. En vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan, zodat je niks van dit soort video's mist en altijd op de hoogte bent natuurlijk. Ik geef nieuwe mensen ook altijd een shout-out, dus de shout-out van vandaag gaat naar deze persoon. Heel erg bedankt voor het abonneren op mijn kanaal. Wil je nou zo'n shout-out, klik dan even nu op dat abonneerknopje met dat belletje aan en weer krijg je die dus in een andere video. Dan ga ik nu gewoon gelijk Fortnite opstarten om te laten zien hoe jij dus gratis 1000 V-Bucks kan krijgen, wat echt insane is. Dus ik zou zeggen, let goed op. Kijk eens aan jongens en meisjes, daar zitten we weer in het Fortnite main menu schermpje van Fortnite seizoen 2. Oh mijn god jongens en meisjes, wat is dit seizoen toch lekker tot nu toe. Ik ben echt aan het genieten van dit seizoen, ik hoop jullie ook. Laat daarom even op deze video een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Om niks van dit soort video's te missen natuurlijk. Want als je op de hoogte wil blijven van allerlei dingen die te maken hebben met Fortnite, dan hoef je gewoon nu eventjes te abonneren jongens en meisjes. Kijk eens aan. Ik heb gewoon op dit moment al, het is de tweede dag van dit seizoen, ik heb gewoon al 6 crown wins. Dus ik ga echt best wel lekker in dit seizoen. Dus laat even in de comments weten hoeveel crown wins jij hebt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar in deze video gaan wij het hebben hoe jij dus gratis 1000 V-Bucks kan krijgen in Fortnite seizoen 2. Want ik heb iets leuks gevonden. Ik heb iets vets gevonden. En in deze video zit ook weer een giveaway. Dus blijf sowieso goed kijken. Dus voordat we natuurlijk met de video gaan beginnen, vraag ik jullie eventjes om in de Fortnite item shop mijn supporter creator code OhMyGodAssessor te gebruiken. Want jongens en meisjes, hoe meer mensen mijn code gebruiken, jullie weten hoe het werkt, hoe vaker ik een giveaway voor jullie kan doen. Ik heb natuurlijk ook best wel veel battle pass weggegeven. Dus ik zou gewoon zeggen, ja, gebruik mijn code. Want dan krijg je natuurlijk 5% van jouw aankoop. En dan kan ik vaker een giveaway doen die ook in deze video zit. Dus blijf goed kijken. Maar ik heb natuurlijk in de thumbnail en in de titel gezet hoe je dus kans kan maken. Of hoe je 1000 gratis V-Bucks kan krijgen in dit seizoen. Nou, daar gaan we dus vandaag in deze video over hebben. Want ik heb vorig seizoen ook een paar dingen besproken die ik nu weer terug wil halen over dit seizoen. Die misschien best wel eens heel erg waar kunnen gaan worden. En wat we daarvoor moeten gaan doen is natuurlijk naar de Fortnite Battle Pass. Want op het moment dat jij natuurlijk de Battle Pass koopt in Fortnite, ja, betaal je natuurlijk 10 euro. Het is zelfs iets minder, want als we naar de V-Bucks gaan, betaal je zeg maar 8 euro voor 1000 V-Bucks. En voor die 8 euro krijg je dus vervolgens de Battle Pass. Ligt eraan hoe jij het koopt. Ik koop gewoon altijd de Battle Pass zo. Maar je kan natuurlijk ook Fortnite Crew kopen. Dat is voor mij 12 euro in de maand inderdaad. Dan krijg je ook altijd de Battle Pass erbij. Maar dat doe ik zelf niet. Dus ik weet niet wat jullie doen. Laat even in de comments weten of jij de Battle Pass altijd loskoopt. Of dat jij hem via Fortnite Crew koopt. Want ik kan ook best wel begrijpen dat je het via Fortnite Crew doet. Het is maar 2 euro duurder eigenlijk. En je krijgt er ook nog eens een skin voor. Dus eigenlijk is het best wel een stukje zeg maar goedkoper. Dus misschien dat ik de volgende keer ook wel dit ga doen. In ieder geval, wat je dus hebt, is dat je hebt dan natuurlijk de Battle Pass. En wat je dus in de Battle Pass unlockt, is natuurlijk allerlei skins. Maar als we natuurlijk helemaal naar pagina 1 gaan, zie je natuurlijk dat je ook V-Bucks unlockt. Tuurlijk, het is natuurlijk al bekend dat als jij eigenlijk 1 keer de Battle Pass koopt in Fortnite en dan eigenlijk niks uitgeeft, je de Battle Pass eigenlijk altijd terugverdient. Dus je kan eigenlijk altijd de Battle Pass blijven kopen in Fortnite. Tenzij je natuurlijk skins koopt met die V-Bucks. Dat is logisch. Maar jongens en meisjes, het is natuurlijk weer een nieuw seizoen. En ik heb natuurlijk al pagina 10 unlocked. Maar als we dus naar de bonus rewards gaan, zie je dus dat ik op dit moment maar 2 pagina's heb met, zoals je kan zien, bonus rewards. Hier staan geen V-Bucks bij. We hebben hier natuurlijk nog 2 pagina's die dus gaan komen. 3 pagina's zelfs. Maar ja, die moet ik dus pas unlocken als ik de rest van dit allemaal geunlocked heb. Mij lijkt dit nou heel erg vet. Dat heb ik jullie ook al in het vorige seizoen verteld. Als er nou een keer bij wijze van spreken bij zo'n pagina nog extra V-Bucks zouden zitten. Dat zou gewoon heel erg nice zijn. Dus ja, weet je, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Want Epic Games is daar dus niet zo heel erg chill mee. Helaas. Maar het had wel nice geweest als bij wijze van spreken onder elke pagina van deze bij wijze van spreken 250 V-Bucks hadden gezeten. Zodat jij 750 V-Bucks terugkrijgt in Fortnite. Maar dat is dus niet zo. Wat ik er dan eventjes over wil hebben, is dus wat ik net zei over dus die Fortnite Crew Pack. Want als je dus, net zoals hoe ik het doe, ik koop natuurlijk altijd 100 tiers, dus bij mij kost het in ieder geval meer. Maar stel, je zou dus de Battle Pass kopen via de Fortnite Crew, krijg jij dus, wat ik dus net al zei, 1000 V-Bucks gratis. Want als we naar de Fortnite Crew gaan, het is 1 maand geldig, moet je kunnen kijken. Let op, je krijgt dus, als je de Fortnite Crew koopt, de Battle Pass van de Season Lounge Benefit. Alright, die krijg je dus. Je krijgt er dus een skin voor. Je support natuurlijk Oekraïne, maar dat is in dit geval maar tot 3 april volgens mij. En je krijgt dus, zoals je kan zien, 1000 V-Bucks. Maar
Je koopt natuurlijk voor 12 euro, koop jij dus zeg maar de Fortnite crew. Het is anders dan dat je de V-Bucks koopt, want je betaalt gewoon met een PlayStation kaartje bij uitspreken. Maar je krijgt dus de Battle Pass, zoals je kan zien, de Battle Pass heb ik al. Maar in die Battle Pass krijg jij dus ook 1000 V-Bucks. Oftewel, je krijgt dus eigenlijk veel meer voor de Fortnite crew pack dan dat je van de losse Battle Pass koopt. Want hier zit het hem dus in. Je krijgt dus die 1000 V-Bucks, wat je dus maandelijks krijgt, als je natuurlijk maandelijks dit op blijft houden, zeg maar, krijg jij dus die 1000 V-Bucks gratis. Dus eigenlijk aan elk seizoen, begin van het seizoen, kan jij dus de Fortnite crew kopen en krijg jij dus gratis 1000 V-Bucks. Dat is dus echt heel erg lijp. Ik weet niet of jullie het al wisten, want eigenlijk moet ik dus nu gewoon vanaf volgend seizoen dit gaan kopen. Ik ga vanaf aankomend seizoen, als er een nieuw seizoen komt, ga ik dit kopen. Want dan krijg ik dus sowieso al 1000 V-Bucks gratis. Plus nog eens een skin. En ik wist het dus nooit. Daar ben ik dus pas achter gekomen. En daarom dacht ik dus, ik ga dit met jullie delen. Misschien dat sommigen van jullie het al wisten. Dan is het heel erg mooi voor jullie natuurlijk. Maar voor de mensen die het nog niet wisten, dik en zo nu. Nu weet je het wel. Doe dit dan de volgende keer. Maar ik heb natuurlijk ook gezegd, jongens en meisjes, dat ik in deze video weer wat weg ga geven. En wat ik in deze video natuurlijk dan ook weg ga geven, is 2 keer 1000 V-Bucks. Dus je kan dus op de manier waarop ik het net zei, 1000 V-Bucks gratis krijgen. Maar je kan ook op de manier waarop ik het nu dus zeg, door middel van eventjes te abonneren op mijn kanaal, met dat belletje aan, een blauw duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk het belangrijkste, in de itemshop mijn supporter creator code OMAGALLY60 gebruiken. Want dan kan ik vaker een giveaway doen, zoals ik al zei voor jullie. Als je die stappen hebt gedaan en dan eventjes in de comments jouw Epic Games naam achterlaat, dan kan ik jou toevoegen op mijn tweede account. Even jouw 1000 V-Bucks giften. Of ja, dat kan je niet giften. Moet ik even kijken waar je op speelt. Zodat ik een kaartje voor jou kan halen. Zodat je dat kan in natuurlijk. Dus nogmaals, het is heel erg simpel, jongens en meisjes. Je moet gewoon geabonneerd zijn op mijn kanaal met dat belletje aan. Even dat blauw duimpje omhoog achterlaten. En dan ja, de enige belangrijkste stap is gewoon in de itemshop mijn supporter creator code gebruiken. En dan vervolgens natuurlijk je Epic Games naam achterlaten. Dat ik jou kan toevoegen. En natuurlijk met jou kan bespreken hoe of wat natuurlijk. Maar ja, ik wist niet dus of jullie dit al wisten. Ik hoop het niet, want dan heb ik voor jullie echt nu de deuren geopend. En als je dit wel al wist, ja, dan heb je natuurlijk altijd chill 1000 V-Bucks gratis gekregen. Dus ja, man, eigenlijk had ik dit veel eerder moeten weten, jongens. Als ik dit eerder geweten had, jongen, oi. Dat had eigenlijk wel heel veel V-Bucks bespaard. Maar ja, dan had ik nu in plaats van 3800 V-Bucks, 4800 V-Bucks gehad. Maar goed, je kan niet altijd 6 gooien, hè, dames en heren. Je kan dat niet altijd doen. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval heel erg geholpen heb met deze video. Dus nogmaals, ik wens jullie ook weer succes met de giveaway. Dus ik zou nog één keer voor de duidelijkheid even zeggen wat je moet doen. Geabonneerd zijn op mijn kanaal met dat belletje aan. Dat belletje, want dan mis je geen enkele video's, dames en heren. Dan mis je gewoon niks als ik dit vaker doe. Blauw duimpje even achterlaten. Nogmaals, zoals ik natuurlijk zei, in de itemshop even die supporter creator code gebruiken. En dan jouw Epic Games naam in de comments achterlaten. Jongens en meisjes, dat was de video weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet een van deze video's aan deze kant of zo te kijken. Om, als je die nog niet gezien hebt natuurlijk, om nog meer te genieten. En dan zie ik jullie morgen om 7:30 gewoon weer op mijn kanaal. Dus tot dan jongens. Later hè.